Hallo allemaal. Welkom bij de nieuwe maanreading. Over 2 dagen is het nieuwe maan. Nieuw begin. Maar ik heb al doorgekregen dat een aantal mensen in het collectief die geleid worden door mijn video's, die ook steeds terugvallen in oude patronen, dat er nu sprake is van verbittering. Verbittering en van onvervuld verlangen. En dat is eigenlijk een beetje tegen beter weten in. Want het gaat om mensen die al klaar zijn om een bepaalde stap te zetten, om voltooiing te bereiken. The universe, dat is de eindbestemming van een bepaalde cyclus. Waardoor natuurlijk weer een nieuwe cyclus kan beginnen. Maar met heel veel, met juist veel heling dan aan geheeld zijn en dan aan een nieuwe reis beginnen. Maar ja, weet je, als je steeds maar weer in het destructieve terugstapt en weer heel snel de kous op de kop krijgt en weer te maken krijgt met een abrupt einde en met ook heel veel ruzies, ellende, machtspelletjes, hetzelfde eigenlijk wat continu weer terugkomt. Omdat je een bepaalde vervolgstap niet durft te zetten, ja, dan is die verbittering die je nu voelt, lieve kijker, niet helemaal fair. Want als je verbitterd bent, daarmee leg je dus eigenlijk ook iets buiten jezelf dat het buiten jezelf ligt dat jij nu zo, dat jouw verlangens niet worden vervuld. Dat je met een onvervuld verlangen zit. Ja, ik weet het. Dit is heel confronterend, maar het kan wel de eye-opener zijn die je net op dit moment nodig hebt om in actie te komen. Om wel je mannelijke energie in te zetten voor de zuivere, een zuivere keuze. En op basis waarvan je al tijden geleid bent. Want ook hiervoor, ja, ik heb de afgelopen week natuurlijk geregeld gevraagd, hoe zit het nou eigenlijk? Heb ik ook weer de kaart gekregen van dat goddelijke leiding met de beker wordt weggegooid. En dat er gewoon weer voor het oude wordt gekozen. En het is steeds weer. Dus we gaan er een legging op doen. En ja, als je nu door deze boodschap getriggerd wordt, en dat je kwaad wordt, of dat je denkt, wat denkt hij, de boren wel, dat heeft ze zelf toch ook gehad. En kijk, dan voel je dus eigenlijk aangevallen, je ego die schiet gelijk in de weerstand. En ook in dat je eigenlijk jezelf wil verdedigen. Ja, maar het komt daar en daar en daarom. Of zo, 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 zo. Dat is een afweerstrategie. En betrap jezelf daarop. Want met die afweerstrategie ga je helemaal weg bij wat voor jou zo belangrijk is om te weten waardoor je verder komt. En soms is dat met het zwaard. Dat je de feedback krijgt met het zwaard. Dat is deze weer. Omdat nieuwe maan, nieuw begin. En het is voor het goede doel om uit je verbittering te komen. Want als je jouw verbittering die je nu voelt buiten jezelf legt, dan kom je er nooit. Want dan
er zijn andere factoren zijn daar de schuld van. En dat klopt niet. Want je schept je eigen werkelijkheid. Dus. Oké. Kijken wat ze nog meer willen zeggen. Ik ga proberen kort te houden. Succes. Goddelijke inspiratie. Zie? Paf. Weer die destructieve relaties die dwars liggen. Dus continu ligt die. Ja, terwijl je onbewust, dat is die zielsconnectie. Die ligt er. Die is er. Die is aanwezig. Maar doe je dat hier. En de victory is ook aanwezig. Maar dan moet je niet steeds weer in die dwarsligger stinken. En geen compromissen sluiten met jouw eigen waarheid. Je wil zo graag succesvol zijn. Niet alleen in de maatschappij of wat dan ook, maar ook in de liefde. He, dat ligt. En dat is ook guidance geweest dat tot de mogelijkheden behoort. Maar dan wordt van jou een moedige stap gevraagd. Een eerste stap. Kijk naar de laatste volle maan reading. Mis niet de kans om, op waar niet. Maar je bent nu verbitterd omdat je weer hierin bent getuimd. Dan ga ik voorlezen voor je. Dat je niet, ja. Want, kijk. Dat je, oh, en daarom, als je pissed over wordt en in de weerstand schiet. Ja. Don't shoot the messenger. Maar keer naar binnen. Ga je bij jezelf kijken. Want. Ja, dan wordt de waarheid waarschijnlijk aangeraakt. En dan gaat het ego zich ongemakkelijk voelen. Bekers 8. Kijk, ik zal het je voorlezen. Want dan kun jij zien wat de bron over wil brengen. Kijk. Stagnatie, remming, traagheid, emotionele blokkering, luiheid, onduidelijkheid, moeras. Na de oplossing, de verdorvenheid, volgt de indolentie. De energie is weggecijpeld en de hengsels van de koperen kelken zijn gebroken. Te veel genot en overmatige losbandigheid. Genotsprincipes, hè? Daar hebben we vaak over gehad. Kleine of de korte termijn pleziertjes dat je voor genot gaat. Seksuele verleidingen, overmatige losbandigheid. Om maar te zoeken naar iets om je eigen leegte op te vullen. Het water der emoties staat stil zonder zich te vernieuwen. Er ontstaat een modderpoel en de mist van verrotting stijgt op naar het lucht. Het licht der helderheid vertroebelend. We hebben al te veel van onze energie verspild aan mensen van wie we niks terug hebben ontvangen. We hebben hen met onze energie gevuld, maar zij waren als bodemloze putten. We voelen ons leeg, volkomen leeggezogen. De voorstelling gaat over een interpersoonlijke relatie waarin de stroom van energie tot stilstand is gekomen. En hoe meer wij proberen de vastgelopen relatie opnieuw leven in te blazen, des te leger en krachtelozer we onszelf voelen. Elke poging om de ander op te monteren versnippert onze energie alleen maar verder en zal zonder resultaat blijven. Aan welke mensen moet jij in dit verband denken? Ben jij nu klaar voor om paal en perk te stellen en je daaraan te houden ook? Want daar gaat het om, hè? Want iedere keer als je waarschijnlijk zo'n video ziet en je krijgt goddelijke leiding, denk je, oh ja, krijg je goddelijke inspiratie. En denk ik, oh ja, verdorie, ik moet me eraan houden. Maar dan kom je in een soort van leegte en dan gaat die relatie natuurlijk jou weer contacten. Of je komt iemand weer tegen, of er is weer een appje, of er is weer contact, of wat dan ook. En wop. Je denkt, oh, dan kan die mooi bij je mijn leegte opvullen. Denk je niet bewust, maar zo werkt het dan. En dan hou je dus niet aan wat jij jezelf hebt voorgenomen. Nou, en dan ga je weer. Aan welke mensen moet jij in dit verband denken? Ben jij nu klaar voor paal en perk te stellen en je daaraan te houden? En in welke situaties verberg jij eigenlijk je ware gevoelens? Destructieve relaties, daar staat deze kaart voor. En die staat dwars. En waarom? Kijk, je krijgt iedere keer goddelijke leiding. Dat is deze. De Ace of Swords is goddelijke leiding, goddelijke inspiratie. Over zielsconnecties. Dat is voor je weggelegd. Maar dan moet je eerst afstand doen van de destructieve relaties. Maar wat ga je steeds doen als je in een bepaalde leegte komt? In plaats van dan voor de overwinning te gaan,
ga je compromissen sluiten met je innerlijke waarheid. Staven 3. Kijk, ik laat het je weer zien. Staven 3. Integriteit, eerlijkheid, zelfvertrouwen en geen compromissen. Uit deze toestand kristalliseert zich een integriteit die niet bereid is tot compromissen uit luiheid. Kijk, als jij echt zo graag een zielsconnectie wil, hè, dat is jouw zielsverlangen. Daar wil je ook succes in hebben. En je wordt daar goddelijk door geïnspireerd. Maar dan, als je dan in een bepaalde leegte komt, dan komt dat ego met zijn afweerstrategie en dan word je lui. En dan, dan grijp je maar weer naar het oude. Zo werkt het eigenlijk, heel simpel gezegd. Maar deze zegt dus, als die in zijn licht kant, de eigen kracht wordt waargenomen en er wordt vrij spel aangegeven. Nooit wordt ze aan anderen ondergeschikt gemaakt. Reflectie op dit punt van innerlijke rust beschermt ons tegen de belasting van onnodige problemen en zorgt ervoor dat er een nieuw gevoel van zelfvertrouwen ontstaat. Het innerlijk weten is sterk genoeg om alle mogelijke opkomende gevoelens van angst en twijfel onder de duim te houden. Het getop en gepieken van het intellect heeft tegenover het vervuld zijn met vitaliteit en levenskracht geen schijn van kans. Dat zit in jou op dit moment. Maar wanneer ga je voor de bel? Als die destructieve relatie weer om de hoek komt kijken. En dan ga je voor de korte termijn. Succes. Maar dan kom je weer met de gebakken peren. Zit je weer met hetzelfde. Want het zijn bodemloze putten. Je geeft je liefde aan een bodemloze put. Je geeft je parels aan de zwijnen. Terwijl, hier, Knight of Cups. Ik kan het je laten zien. Het ligt voor je bovenop de stapel. Voor de mensen die al heel wat innerlijk werk hebben verricht. Hier, Ace of Swords, zeg ik je ook, zie ik. Kijk, goddelijke helderheid, geestelijke helderheid, goddelijke inspiratie. Zie? Nou, Knight of Cups. Overgave aan geliefden, vermogen tot geven, het bereik van hogere emotionele vlakken, spirituele relaties, verwantschap. Spirituele broederschappen. De lichtblauwe vleugels van de geest tillen emotionele relaties omhoog naar een hoger vlak van wederzijds begrijpen en uitwisselen. Dat kun je met deze relatie niet, die destructieve. Bodemloze put. Maar bij de persoon die wel voor je bedoeld is, en nogmaals, het geldt voor degene die al ver is in zijn of haar ontwikkeling, groei en heling, dan is die voor je weggelegd. Want je hunkert ook naar intensieve uitwisseling met gelijkgezinden en geestverwanten. Hoe kan de uitwisseling in je relaties verrijkt worden? Dat is door integer te zijn. Geen compromissen meer te sluiten met je goddelijke inspiratie, je goddelijke wijsheid. En niet voor de korte termijn te pleziertjes te gaan, want daar ben je zelf ook niet in tegen. Want dan ga je voor je egoïstische verlangen en niet voor de goddelijke wil. En dan krijg je gelijk weer je karma terug, retour. En dat is dus lijden. Ja, hier, want het gaat weer om die magie. Oh, blijf terugkomen. Het gaat niet om invloed van anderen, is die onvolwassen prins of die onvolwassen prinses. Het zijn die destructieve. Kijk, dit is de prins, maar jij bent zeg maar de koning, de magier. Het potentieel om op een hogere niveau lief te hebben. Maar dit zijn de jongere zielen. Maar er staat wel met betrekking tot invloed van anderen dat jij zelf ook in dat kind zijn. Dat je voor je seksuele verlangens gaat.
De korte termijn pleziertjes. Door invloed van anderen. Gedraag jezelf ook eigenlijk als die prins in plaats van als de koning. Of de keizer. Of de koningin. Of de keizerin. Snap je? De magie. Die voor zowel man als vrouw kan gelden. Door invloed van zak jezelf ook op dat niveau. Omdat je hier wil passen. Maar dat past helemaal niet meer. Al heel lang niet meer. Kijk. En ja, de hoop is dat je opnieuw naar binnen keert. De hermit, de kluizenaar. Dat je zelfreflectie gaat doen. En dat je nu echt voor die verandering gaat. En dat je daar niet meer tegen in verzet komt. Want ja, er moet een einde komen aan die cyclus. The universe. Grote bevrijding uit gebondenheid. Gebondenheid uit die destructieve relatie. En beëindiging van je karma. Je karmische cyclus. Met die jonge ziel. Die geen liefde kan geven. Die alleen maar een relatie nodig heeft om de eigen leegte op te vullen. Maar voor jou dus een kleine spiegel. Omdat als jij in de leegte komt, dat je ook nog niet... Dat je weer uit die magier laat trekken. En weer de prins. Als die prins gaat gedragen. Kijk. Prince of Cups. Ik ga hem heel kort houden. Want ja, de boodschappen zijn gewoon al veel geweest. Dit is een herhaling. Prince of Cups. Kijk. Seksuele behoeften en hartstochten. En die wil je dan uitleven. Maar niet dat daar op zich wat mis mee is. Maar je moet ze uit gaan leven. Daarom ben je nu verbitterd. Want waarschijnlijk heb je weer ruzies gehad. Weer ellende. Weer hetzelfde. Wat je steeds ervaart bij die persoon. Hè? Maar natuurlijk heb jij een zielsverlangen. En waarbij je natuurlijk ook je seksuele... maar dan behoefte. Maar daar zit dan liefde bij. Van beide over en weer. Ja, en dan wordt het een begeerte. Een begeerte en dan vanuit een leegte. En dan neem je met minder genoegen. En dat is nou net wat die magier klaar voor is om dat niet meer te doen. Change. Dat is de conclusie. Discs 2. Ja, kijk, voor een transformatie. En hij zegt, kijk, er zit angst voor verandering bij. En ook waarschijnlijk toch nog een angst van, ja, dat of je die ziel, of dat we echt wel klopt, die zielsconnectie. En of je daar echt ooit wel weer lief zal hebben, of wat dan ook. Daarom ga je iedere keer weer voor, je parels voor de zwijnen gooien. En dan ga je voor je zekerheid. Kijk, maar deze zegt ook, de kleur violet toont dat de verandering nieuwe kracht levert. Dan krijg je juist hernieuwde kracht. En het enige bestendige is de onbestendigheid. Het enige zekere is de onzekerheid. Veranderingen schudden ons wakker. Maar je moet waakzaam zijn. En juist de verandering geeft jou nieuwe kracht. Daardoor groei je, verrijk je, verruim je je. En geef je dus vol vertrouwen over aan de veranderingen. Duidelijk, hè? Dan krijg je de victory. En dan, weet je, deze is na de verbittering. Kijk, zal ik je laten zien. Staven volgt na de verbittering, volgens mij. Als ik het goed heb. Kom nou even met die staven. Nee, schrijven. De staven zijn in het begin 8 of 6. Even kijken. Ja, zie. Wanneer we lang genoeg gezocht hebben, staven 5, dat is de verbitteringkaart. Wanneer we alle noodzakelijke moeite hebben gedaan, komt de plotselinge doorbraak. En vieren we onze onverwachte overwinning. We zijn dan vervuld van een verheven gevoel van kracht. Die ons op alle gewenste vlakken de overwinning brengt. Wedergeboorte, vernieuwing, phoenix, koppen, reizen uit de as, creatieve kracht, nieuwe schepping. De mensen staan verenigd en versterken elkaar. De vlammen branden weer, dan is het vuur weer in je. Nou, voer uit wat je van plan bent, zegt deze kaart. Het moment is veelbelovend.
ik ben nu zover dat ik wel succes in mijn leven kan genieten. Stink hier daar niet meer in. Elke gebeurtenis in mijn leven brengt mij dichter bij mijn uiteindelijke doel. Sales connecties. Mijn overwinning komt alle belanghebbenden ten goede. Nou, super. 1 kaart voor. Oh, het romantiekje. Ja, dat is zo'n oude set, maar ik word er nou toch naartoe getrokken. Oké, nou, komt u maar. Ja! Ja, ik dacht aan deze kaart dat hij nou wel eens naar voren zou kunnen komen. En verdomd, hij komt eruit. Hij zegt, geef uiting aan je liefde. Niet aan deze. Niet aan het zwijn waar je steeds die parels aan geeft. Nee. Het nieuwe. Geef uiting aan je liefde. Ja, flirten. Lichthartige energie. Deel dat. Ja. Geef uiting. We gaan ze allebei wel voorlezen. Want ik voel dat het allebei moet. Dus, geef uiting aan je liefde. Deze kaart spoort je aan. Het initiatief te nemen in je liefdesleven. Dat kan betekenen dat jij contact opneemt met iemand tot wie jij je voelt aangetrokken. En jij die persoon mee uitvraagt met je lichthartige energie. Of je kunt deze persoon bloemen sturen, sms'je of een cadeautje. Als jij namelijk uiting geeft aan je romantische gevoelens, dan voel je ze sterker en je geeft ze bovendien door. Eigenlijk profiteer je zelf nog het meest van, want je geniet dan veel meer van hoe jij je voelt door je gevoelens te uiten. Hoe meer liefde je geeft, hoe meer liefde je zelf zult ervaren. En natuurlijk stel jezelf ook open om de liefde te ontvangen van de goddelijke bron, van de engelen en van andere mensen. En dan lichthartig. Lichthartig. Vraag iemand uit. Even kijken. Flirten. Even zien. EF. De romantische engelen moedigen je aan om een romance te beginnen met flirten. Met ogen die lachen als je contact met iemand maakt. Er hoeft niet per se seksualiteit bij te komen. Flirten is van nature speels. En speeltheid is de kern van de romantiek. Als je op dit moment een relatie hebt, kan flirten de passie doen opvlammen. Maar daar gaat het dus helemaal niet om. Want die moet juist weg, hè? Dus als je single bent, we gaan even vanuit dat je single bent, want er is toch weer een abrupt einde aangekomen. Als je single bent, kan het zowel een nieuwe vriendschap aantrekken als een liefdespartner. Als je deze kaart trekt, kan dat simpelweg betekenen dat het maken van oogcontact helpt om echt contact met iemand te maken. Dat zou dan gelden voor vrouwen. Maar deze, geef uiting aan je liefde, vraag iemand mee uit, is vooral met name ook voor de mannen onder ons. Vraag die vrouw mee uit. Elk mens die je tegenkomt is een potentiële vriend of vriendin. Maak nieuwe vrienden als een manier om je mogelijke partner te kunnen ontmoeten en tevens om je levensvreugde te vergroten. Nou, vrouw, flirt erop los. En man, geef uiting aan je liefde als er iemand is die jij in je hoofd hebt, maar wat jij steeds niet durft en dan genoegen neemt met een oude, destructieve liefde. Dat is hier steeds aan de gang. Nou, dus was het. Ik ga er niks meer aan toevoegen, want dit is het precies. En het is weer aan jullie de keus. Wat ga je doen? Wat ga je doen? Dank voor het kijken. Heel veel liefs. Bye bye.